Meilandjes, ik krijg een beetje dat Groundhog Day gevoel. Een Dat film... is die film dat elke dag opnieuw beleeft. Bill inderdaad. Murray, elke dag precies hetzelfde. Maar wat is de status van vandaag? Het is elke dag hetzelfde, maar dan nog met een schepje erboven? Er nou ja, hadden natuurlijk al een aantal bedrijven hadden zich teruggetrokken... Uh, uit de samenwerking met uh, de familie Meiland. En uh, dat kwam door de uitspraken die Erika had gedaan uh, over uh, moslims. En dan in specifiek over hoofddoekjes van uh, moslima's. Nou, nu zijn er weer twee bedrijven. Uh, Albelly, uh, de fotoboeken waar zij natuurlijk al echt heel lang contacten mee hadden. Ja. En uh, Maxi Cosi van de kinderstoeltjes en, uh, en de kinderwagens. Die hebben ook gezegd: uh, ja, wij trekken ons nu ook terug. Dus het wordt toch echt wel een financieel debakel ook voor de Meilandjes. Dat één zo'n uh, ongelukkige uitspraak. Want wat dat betreft uh, geloof ik, Erika, absoluut uh, uh, dat zij dat inderdaad ook uh, nou ja, helemaal niet uh, beledigend bedoeld heeft. Dus dat is inderdaad de situatie zoals die nu is. En uh, ja, dat is natuurlijk wel heel erg pijnlijk uh, voor de familie Meiland. Ondertussen, wanneer komt het boek uit? Het is nu denk ik een maand geleden. Ja, maar weet je, dat vind ik dus ook het bizarre. Uh, kijk, Erika heeft dus vandaag voor het eerst gereageerd. Ja. En zij heeft op Instagram een post gezet waarin zij uh, een aantal dingen vertelt. Helaas zijn uit mijn boek drie woorden... door diverse media uitgelicht en opgeblazen. Hierdoor is een vervormde uitspraak ontstaan... die de afgelopen dagen een sneeuwbaleffect heeft veroorzaakt. Een resultaat hiervan is dat onze dochter Maxime... door diverse bedrijven zakelijk werd geboycott. Ja, ik vind, zij heeft nu een statement... omdat waarschijnlijk toch de hele wereld daarop zit te wachten. Maar wat natuurlijk heel erg bizar is, het is al eerder gezegd... dat dat boek een maand geleden, ruim een maand geleden... uitgekomen is, eind oktober. Dat die bedrijven tot... Voor kort helemaal niks gezegd hebben. Totdat die uitspraak kwam. En iemand hè, uit de woke dat uh, enorm heeft opgeklopt. En nu ineens, hè, en die bedrijven die volgen elkaar allemaal op. trekken ze zich allemaal terug. Ik vind dat vrij hypocriet. En, uh, ik moet wel eventjes, want ik, ja. ik ga een heel eind met je mee. Maar ik moet even voor de andere kant het geluid van de andere kant zeggen. Wat in het boek staat, wat ik heb gelezen, was best radicaal. Ja, maar we, dan, dan kan je zeggen, ja, opgeklopt. Maar de ja, woorden die ze tooske, heeft gekozen dan, in het boek zijn best radicaal. Dan nog heftig. is dat haar tekst. Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Uit. Maar dat wil ik wel nog even erbij noemen. En laten we noemen. niet als bedrijven hypokie doen. Je zag het ook bijvoorbeeld met, met Veronica Insight... of toen met Johan Derksen en Wilfried Gené. Dat daar ook bepaalde dingen niet helemaal lekker liepen. En dat alle adverteerders zich terugtrokken. Die zitten allemaal inmiddels allemaal weer bij het programma. En wat we ook niet moeten vergeten, en daar hoor ik weinig mensen... Over. Het is natuurlijk vooral een commercieel belang van die bedrijven. Ja. Er zijn gewoon in Nederland bijna een miljoen moslims. Ja. Hè? Vergeet je niet, dat is een hele grote ja. markt ook. Intrinsiek, nee, ja. en daar heb ik Guido gelijk in, vind ik. Intrinsiek uh, weet, ik, weet ik niet of het ze wat uitmaakt. Maar in ieder geval, als ze denken we gaan er minder door verkopen. dan komen ze op de trommel slaan. En los daarvan vind ik dat als je haar dat zelf aanrekent. dus nog door daaraan toe. maar de dochter van de vrouw. Om die nou te boycotten, dat is natuurlijk helemaal van de gekken. Dat zullen we maar die, discussie, die, die is al heel lang geweest. Ja, die voeren we al een ja. week. Maar het gaat nu ook om haar statement. Die had ze toch ook gelijk kunnen doen. Ja, of we nou, of, of er nou die, die discussie wel of niet. Omdat hij al een maand opleidt. Een week voeren. De kern van het verhaal is wat je ook vindt, van wat de moeder heeft gezegd, dan kan me iets bij voorstellen dat mensen zich daardoor gekwetst voelen. Maar het gaat nog veel verder in Nederland. Namelijk dat de dochter die niets heeft gezegd en alleen de dochter van de moeder is, dat die ook wordt geboycott. Dat vind ik. Ja, maar het is een soort wokterreur waar we in terecht zijn gekomen. En dat gewoon, hè, de hele wokgemeenschap is dat enorm aan het oplaaien. En je voelt je dus bijna verplicht al om daar aan mee te doen. Ik vind het echt waanzin. Maar een bedrijf zou gewoon kunnen zeggen. Nou, sorry, dan verkoop ik drie. Maxico's is minder. Ja, nou er zijn ook misschien bedrijven, en dat zou uh, ik toejuichen, die misschien nu juist zeggen: uh, weet je, wij, wij gaan ons niet met religieuze dingen bezighouden, maar de vrijheid van meningsuiting is een heel groot goed in Nederland. En wij stappen juist in samenwerking met de Mijnlandse. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen: Erika reageert nu, doet ze dat omdat ze haar. Ik heb niet het idee dat ze hierin echt inhoudelijk reageren. Nee, maar, maar zou als... ze ook reageren op wat het zakelijk gaat. verstandig ik, is? Ik kan me voorstellen als je dag in dag uit. Hè, en de, ik bedoel, deze, deze bedrijven die staan echt in rijen van tien uur opgesteld om te laten zien. Kijk eens even hoe correct wij zijn. Ik kan me best voorstellen dat je op een gegeven moment ook wel een beetje zat bent. Dat je als terroristen beschouwd Maar Bovendien neemt ze het op, als ik het goed heb begrepen, als ik het goed heb gelezen. Voor de dochter exact, eigenlijk. Ja. Nou, dat vind ik een goed streven. Ja, ja. Ik hoor jou zeggen: bij VI is het allemaal gewoon uiteindelijk weer teruggedraaid. Dus dat zou je. En weet je, uiteindelijk gaat het natuurlijk altijd gewoon om geld, ook bij de meilandjes. Ja, nou.